Roy May vervult niet langer de rol van directeur van het directoraat der belastingen. May bood woensdag vanwege dringende gezondheidsredenen zijn ontslag aan de minister van Financiën. De oud-directeur heeft langer dan 25 jaar bij de Belastingdienst gezeten, waarvan 17 jaar als directeur. In zijn rol van directeur heeft hij onder andere leiding gegeven aan het intensief hervormingstraject dat sinds augustus 2015 is ingezet. Ook was hij belast met de invoering van de bruto toegevoegde waarde, BTW-belasting, die intussen is aangehouden door de regering. Joan Veldhuizen is belast met de waarneming op de dienst der belastingen.